Welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik ben Vrolijk. Ik vind het leuk dat je weer kijkt. Vandaag ga ik je laten zien wat ik in Praag en om de reis heen naar Praag heb gekocht. Want zoals je misschien op ons kanaal Jong Belegen wel hebt gezien, zijn wij naar Praag geweest. We plaatsen op Jong Belegen 2 keer in de week een vlog van onze roadtrip. En vlog nummer 2 is gisteren online gekomen. Dus als je die wil kijken, dan kan dat natuurlijk. Ik zou het heel erg leuk vinden als je ons daar ook volgt. Maar vandaag ga ik je in deze video laten zien wat ik allemaal heb geshopt. Want ja, ik heb een aantal leuke dingen meegenomen waar ik heel erg blij van word. Ik dacht, misschien word jij er ook blij van. Dus ik ga het gewoon delen vandaag. Allereerst ben ik bij de Primark geweest in Leipzig. Hier bij mij in de buurt zit geen Primark. Dus als we er dan eentje tegenkomen, dan vind ik het altijd leuk om daar even te kijken. En wat ik nooit kan laten liggen bij de Primark zijn de geurkaarsen. Die vind ik altijd heel erg fijn. Dit is, moet ik even spieken, Sweet Macaroon. En het is een schattige kleine roze kaars met zo'n leuk dekseltje. Al deze kleine kaarsjes van de Primark zijn 1 euro. En dit is een vrij zoete geur. Ja, een beetje zomerszoet. Maar wat ik heel erg fijn vind is dat geurkaarsen, in ieder geval die van de Primark, nooit zo heftig zijn als dat ze ruiken. Dus deze ruikt vrij zoet, maar ik weet dat als ik hem brand, dat hij dan gewoon wel lekker zoet is. Sweet Macaroon dus, die nam ik mee. En wat ik ook meenam, wat je misschien al wel gezien hebt, is deze leuke tas. Hier word ik echt super blij van, met allemaal cactusjes erop. Cacti. Ik weet nog steeds niet wat het meervoud van cactus is. Maar het is een vrij grote tas, ook de print zit op de achterkant. En in de eerste vlog kon je al zien dat we in de Primark waren. En er was ook nog een hele leuke met een cappuccino print. Die vond ik ook heel schattig, maar die heb ik niet meegenomen. En het gekke is, ik dacht dat die 2 euro zou zijn, maar bij het afrekenen was hij ineens 1,50. Geen probleem. Dus die nam ik mee. Ik vind dit soort tassen altijd heel erg handig om bij me te hebben. Als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen, dat je dan gewoon zelf je canvas tas hebt. Lang leven het milieu. En bij de Primark waren er ook t-shirtjes, want die kon ik wel gebruiken. Ik heb heel veel kleding die ik ook had van toen ik 16 was bijvoorbeeld. Nou ja, ik ben nou 7 jaar verder, dus ik heb wel zin om weer eens wat andere kleding te dragen. En ook wat nieuwe basics. Gewoon dit simpele grijze shirtje met een V-hals. En deze was 1,80. Hij was heel erg afgeprijsd. Dus ik dacht, nou, dan is het altijd handig om mee te nemen. En hij vormt gewoon, ja, mooi. Hij sluit gewoon mooi aan. Dus dat was heel erg handig. En ook nog dit shirtje. Hiervan vond ik de kleur heel erg mooi. Mooi donkerrood. En dit is een wat meer een wat wijdervallend shirtje. Hier een zakje. En ja... Deze zat gewoon lekker. En ik moet zeggen, ik hou meer van wat koelere tinten. Maar ik vond dit ook wel wat koelere rood tint. Oeh, ik hoop dat je geen last hebt van de muziek van de buren. Ik hoor het wel heel hard. Ik weet niet of de camera het ook hoort. Maar goed, deze. En deze was, als ik het goed zeg, 3,50. Dus altijd weer een handig basic shirtje. En deze is ook leuk om in een rokje dat hij er een beetje uit plooit. Dat was wat ik meenam bij de Primark. Dan een heel leuk Tsjechisch winkeltje. Dat was in Praag zelf. Het winkeltje heet Love Me. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ik weet niet wat het betekent in het Tsjechisch. Maar het was een Tsjechisch design winkeltje. En Tsjechisch design heeft naar mijn mening wel wat weg van Scandinavisch design. Maar dan toch net weer een beetje anders. Dit zijn 2 kaarten van de winkel. Deze waren niet te koop, maar die kon je gewoon meenemen, zeg maar. Het zijn gewoon reclamekaartjes van de winkel, om het zo te noemen. En ik vind die kleuren en patronen heel erg tof. Vooral deze vind ik ook echt heel erg leuk. Deze doen me denken aan een vriendin van mij. Die heb ik ook eentje voor meegenomen. Maar ik weet niet, ja, ik vond het heel erg tof. En ze hadden hele leuke dingen. Theedoeken, maar ook beddengoed. Heel veel dingetjes voor in huis. Ook voor hun kinderkamer bijvoorbeeld. Maar, en heel veel stukken behang. En ook samples van behang waarmee je kon knutselen. Ah ja, hier, ik was even aan het zoeken waar ik het neer had gelegd. Want wat ze ook hadden, wat ik natuurlijk het allerleukste vind... zijn notitieboekjes. En ze hadden heel veel verschillende soorten leuke. En deze heeft Jeroen uitgezocht. En de print aan de voorkant is anders dan de print aan de achterkant. En wat ik heel erg tof vind is dat ze gewoon wit zijn van binnen. Dus je kan erin tekenen, in schrijven. Eigenlijk mee doen wat je wilt. En ik had deze gekozen. Beetje zo'n oude olijfgroen kleur met licht roze. Dit is de print aan de voorkant. En dit aan de achterkant. En ook deze... is blanco aan de binnenkant. Ik zie hier overigens ook een link op staan, loveme.com. Dus als je wat meer hiervan wilt weten, kun je op die site kijken. Maar ik vond het echt heel erg tof. De kleurcombinaties en de printjes en zo. En er waren nog veel meer leuke. Maar ja,
houd een keer op. Ik kan niet alles meenemen. Deze waren omgerekend 3,50 per stuk. Dus dat. En oh, ik zie hier ook nog, hier heb ik niks van om te laten zien, maar dit kwamen we ook tegen, Bake Shop. En die hadden allemaal lekkere koekjes en cakejes en dingetjes. En we hebben daar één keer heel lekker cappuccino gedronken met een hele lekkere koek. Dus ja, nou, dat kan ik jullie niet laten zien, maar ik heb het foldertje nog. Oh ja, wat ook heel erg lekker was. Op een gegeven moment hadden we dorst en we liepen en ik wou even bij de drogist wat kijken. En toen zag ik, oh, nu ik zeg drogist bedenk ik me dat ik nog wat moet pakken zo meteen. Maar daar zag ik ook dit blikje. En ik vind die stijl echt helemaal gaaf. En het was eigenlijk gewoon ja, citroenlimonade. Wel hele lekkere. En organic, bio-organic. Dus dat is wel goed. En fair trade. Maar ik vond het blikje zo leuk. Dus die heb ik omgespoeld en bewaard om mee te nemen. Leek me wel tof om hier misschien een plantje of zoiets in te doen. Oké, ik ben zo terug. Ik ga even nog wat dingetjes pakken die ik gewoon vergeten was te pakken. Dan was ik weer. Wat ik ook nog bij die drogist kocht, dat was trouwens een DM-drogist. Die heb je ook in Duitsland. En daar is die al vrij goedkoop. En daar heb je ook Essence & Catrice, wat weer nog een stukje goedkoper is dan in Nederland. En ook Nivea en zo zijn ook goedkoper. En Olaas dan in Nederland. Maar ik was zo dom geweest om make-up remover te vergeten. Dus ik heb micellair water van het huismerk van de DM-drogist gehaald. Ik geloof dat deze 3 euro was. Niet heel erg veel in ieder geval. Volgens mij misschien nog zelfs wel iets minder. En ik heb hem nog niet heel veel gebruikt, maar ik heb hem dus wel steeds in Praag ook gebruikt. Maar in ieder geval, ik vind hem tot nu toe heel erg fijn. Ik heb normaal Normaal heb ik de voor de gevoelige huid van Garnier. En die vind ik ook heel erg fijn, maar die is wel nou ja, wat duurder dan deze. Ook in Tsjechië trouwens. En dit is voor de gevoelige huid, dus van het huismerk van de DM. Maar die vind ik echt heel erg fijn. En mocht je hem tegenkomen, raad ik hem absoluut aan. En wat ik ook kocht, waarvan ik al had gehoord dat die er zou zijn, waar ik al heel lang benieuwd naar ben, Lady Speedstick. Deodorant is dit. En volgens mij komt dit uit Amerika. Je kan het in ieder geval niet in Nederland kopen, wel in Nederland bestellen, maar dan zijn ze best wel duur. Volgens mij echt iets van 4 euro of zo. Terwijl deze dus 1,80 was bij de DM-drogist. Dus daar was ik heel erg benieuwd naar, wilde ik heel graag proberen. Nou, die heb ik eigenlijk ook sinds Praag continu gebruikt. En ik vind hem heel erg fijn. Ik ben namelijk iemand, ik zweep best wel snel. Geen fijne eigenschap. Maar ik merk wel dat, ik heb toch het idee dat het hier wat minder heftig mee is of zo. En deze ruikt ook gewoon heel erg lekker. Heel fris en schoon, maar niet zo'n sterke parfumlucht. Want daar hou ik daar weer niet zo van. Dus Lady Speedstick, all the way protect. Ik had dus die notitieboekjes gekocht van een Tsjechische designmerk. En dat vond ik wel een beetje een leuk souvenir. Want het was wel iets wat echt uit Tsjechië komt. Maar iets anders dan een magneetje of zo'n prulletje wat dan in huis staat wat net niet handig is. En zo'n notitieboekje kun je gewoon gebruiken. Nog iets anders toeristisch wat ik ook heb gekocht zijn 2 kaarten. Die gebruik ik altijd in een fotoalbum met foto's van de reis. De rijst, wou ik zeggen. Ik heb geen foto's van rijst. Maar dus hier, 2 kaarten van Praag. En ze waren 5 Tsjechische kroon per stuk. Wat echt... Wacht, ik ga het uitrekenen. Ze waren dus 5 Tsjechische kroon per stuk. Dat komt neer op 18 eurocent per stuk. Nou, dat is vet weinig. En hiermee kan ik dus leuk. Ga ik net alleen maar fotoalbum. En dan heb je ook meteen een beetje een soort beeld van de stad. Ik heb het in ieder geval ook met Portugal gedaan. Met Lissabon. Daar heb ik ook wat kaarten meegenomen. En ik weet niet. Het is toch wel leuk om... Ja, ik weet niet. Ik hou ook gewoon heel erg van papier. Jullie kennen me. Dus ja, die heb ik ook meegenomen. En ik ben nog bij Lush geweest, want ook die zit niet bij mij in de buurt. Dus als ik er eentje tegenkom, weet ik niet hoe snel ik binnen moet zijn. Ik race er gewoon op af. En ik heb mijn all-time favorite meegenomen natuurlijk, Let the Good Times Roll. Dit is mijn favoriete gezichtsreiniger van Lush. Ik heb hem ook al best wel weer veel gebruikt, inmiddels. Ah, die geur, zo lekker. Heb je een gevoelige huid, zoek je naar een fijne gezichtsreiniger, dan raad ik deze absoluut aan. Zo'n potje is €9,99. Lush is overigens niet per se goedkoper in Tsjechië. Maar ja, heel erg fijn. Ik heb er ook over verteld in mijn Lush Stash video. Of mijn Let's Talk About Lush video. Heel erg fijn. En omdat we in de Airbnb waar we zaten een bad hadden, kon ik het niet laten om ook een bad, bruisbal, bad ballistic bath bomb, zo'n ding van Lush mee te nemen. Voor Brightside. Ik heb hem al gebruikt hier, maar eigenlijk ziet hij er echt nog best wel heel erg oké uit.
Deze heeft een hele lekkere citrusgeur. Daar hou ik wel heel erg van. Een beetje sinaasappel, citroen, lekker fris. Ik weet niet, ik vind sinaasappel altijd heel zonnig ruiken. Klinkt dat raar? Gewoon een hele lekkere geur. Ja. En hij ziet er gewoon heel erg mooi uit. Ik heb hem dus al gebruikt, dus hij is eigenlijk nog iets mooier. Maar ik kon het niet laten. Ik bedoel, ik had daar een bad. Ik moest hem wel gebruiken. En hij bubbelt fijn. Hij geeft heel erg fijn zacht schuim af. En ook heel erg veel. Want hij is niet heel... Hij is niet heel veel gekrompen sinds ik hem gebruikt heb. Want je houdt hem dus gewoon onder de kraan. En dan komt er heel veel schuim en lekker ruikend water. Dus ja, heel erg chill om mee in bad te gaan. En ik ga hem gewoon bewaren voor de volgende keer als ik weer ergens een bad heb. Ja, dus dat. Dan ruikt het lekker. Ik vind het trouwens ook super fijn om Lush producten in de kledingkast te leggen. Want dan gaat alles heel erg lekker naar Lush ruiken. En bij Lush kreeg ik ook nog wat. Ik kreeg een stukje Somewhere Over the Rainbow safe, wat ze echt super leuk verpakt hebben trouwens. Dat papier is echt heel erg leuk. Maar moet je even kijken, wat voor chunk safe. Gewoon, dit is echt vet gigantisch. Dit is gewoon volgens mij bijna zo groot. 84 gram. Dat is toch veel. In ieder geval, vet grote chunk. Somewhere Over the Rainbow safe. En die heb ik nog niet uitgepakt, maar hij ruikt wel lekker zoet. Laten we hem gewoon even uitpakken nog. Wat ik trouwens ook wel eens doe met sneeuwmeel, is ook een stukje zeep verzenden. Bijvoorbeeld een stukje zeep van Lush, dan snijd ik daar een stukje af. En dan stop ik in bakpapier. En dan stuur ik dat in een envelopje mee. Want als je dat gewoon heel plat snijdt, dan kan dat prima in een envelop. Dus korte tip tussendoor. Ik vind dat papier alleen al, word ik gewoon super vrolijk van. Kijk dan. Maar goed, het gaat zo'n stukje zeep. Kijk die kleuren! Dit was gewoon meant to be dat dit voor mij was. Die kleuren. Kijk. Sorry, ik zal het even normaal in beeld houden. Wow. En er zit een heel klein beetje glitter op. Ja. Zoetig, maar ook wel een heel klein beetje kruidig. Ja. Bovenkant die glanst ook mooi. Ik weet niet of je dat ziet, maar... Ja, heel erg tof. Nou, dit hele grote stuk zeep kreeg ik er dus gewoon gratis bij. Lush, echt geweldig. Ik ben zo blij dat Lush bestaat. En je krijgt het alleen nooit weer mooi terug in de verpakking. Dat wil je gewoon nooit. Dan heb ik je nog één shirtje wat ik je wil laten zien. Die heb ik eigenlijk gekocht toen ik terugkwam. Of ja, toen ik net terug was van de reis. Maar ik had een shirtje in deze kleur die ik heel erg mooi vond. Met uiltjes erop van H&M. Maar die was echt heel snel stuk gegaan. Er zat een gat aan de voorkant. Vet balen. En eigenlijk had ik mezelf wel een beetje afgezworen dat ik nooit meer iets bij H&M wilde kopen. Niet per se alleen daarom. Maar ik heb zo vaak dingen van H&M die zo snel stuk zijn. Terwijl bijvoorbeeld de Primark goedkoper is. En dat bij mij in ieder geval vaak langer meegaat. Maar ik vind deze kleur zo ontzettend gaaf. Hij is in het echt iets koeler, iets groener dan op de camera. Op de camera lijkt hij een beetje oker. Maar dit is ook gewoon zo'n lekker flowy shirt. En ik heb deze aangehad toen het super warm was. En toen was hij heel erg lekker. Want hij is heel erg luchtig qua stof of zo. Hij zit niet zo strak. Zoals bijvoorbeeld het grijze shirtje wat ik je liet zien. Dat zit strak en het ziet er heel mooi uit. Maar op hele warme dagen vind ik dit wel fijn. Dat het gewoon wat losser hangt. En ook dit zakje vind ik heel erg leuk. Alleen die gaat het heel gek openstaan. Dus die moet ik nog even dichtmaken. Jammer dat de kleur niet zo goed overkomt. Misschien dat ik je zo nog een shot kan laten zien waar die wat beter lijkt. En deze was €9,99. Voornamelijk dus voor de kleur gehaald, want die vind ik zo mooi. Dan was dit alles alweer wat ik je wilde laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Er komen binnenkort weer meer DIY's aan. Ik heb een leuk idee over een sneeuwmeelserie, waar ik wel wat meer mee wil doen. Maar hoe en wat heb ik nog niet helemaal bedacht. En meer recepten, want daar heb ik zelf heel erg zin in. Ik heb wat leuke dingen die ik wil delen. En ik heb gewoon allemaal leuke ideeën. Nu nog even de tijd vinden om al die video's te maken. Ik zit momenteel een beetje in een drukke periode, maar als het goed is, is dat met 2 weken wel wat beter en weer wat relaxter en rustiger. Verder kun je me volgen op Instagram als je dat leuk vindt. Daar post ik vrijwel elke dag een foto. En op dit YouTube kanaal post ik sowieso 2 keer in de week een nieuwe video. Op dinsdag en op vrijdag. Maar tegenwoordig plaats ik ook heel vaak een extra video. En ik zou het heel erg leuk vinden als je de volgende keer er weer bij bent. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!